Er zijn moordzaken die tientallen jaren onopgelost blijven. En soms leidt de heropening van cold case zaken in een paar weken tijd tot arrestaties. Als er in Doetinchem iemand wordt gearresteerd, dan moet hij helemaal naar een cel in Arnhem worden gebracht. En dat kost de politie veel te veel tijd. Uit onderzoek blijkt dat die vervoersdienst te weinig wordt gebruikt en dat we de verwachting helaas niet waar hebben kunnen maken. En een hek dat hoger is dan voorgeschreven en toch slagen wolven erin een paar moeflons te verschalken op de Hoge Veluwe. Er zijn twee wolven zijn hier overheen gesprongen en die hebben drie moeflons gedood. Goedenavond. De politie heeft vandaag in twee cold case zaken aanhoudingen verricht. Vanochtend is een 50-jarige man uit Doetinchem opgepakt op verdenking van het doodschieten van Tony ter Horst op 9 oktober 2000 in Terborg. En een andere cold case zaak, de verdwijning van Duncan Zwakke in Zutphen, is vandaag een tweede verdachte aangehouden. Binnen een paar weken nadat de beide oude zaken opnieuw onder de aandacht werden gebracht, komen ze in een stroomversnelling. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde vorige maand aandacht aan de cold case Tony ter Horst. Daarna kwamen meer dan 20 tips binnen. Ter Horst werd op 34-jarige leeftijd in Terborg doodgeschoten toen hij twee mannen tegen het lijf liep die op de vlucht waren na een mislukte overval. Het is niet duidelijk of een van de binnengekomen tips heeft geleid tot de aanhouding. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. En ook in de zaak Duncan Zwakke was er vandaag een nieuwe ontwikkeling. Vanochtend hield de politie een 62-jarige man uit Zutphen aan. Duncan Zwakke werd op 17 oktober 1989 voor het laatst gezien in het centrum van Zutphen. Het vermoeden is dat hij in een kelder van een pand in het centrum om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Maandag werd in de zaak al een 60-jarige inwoner van Eerbeek aangehouden als verdachte. Bij een schietpartij in een winkel in de Arnhemse Spijkerbuurt is vanochtend een gewonde gevallen. De politie is op zoek naar de schutter. In de winkel aan de Drie Koningenstraat werd rond 22:30 geschoten. De politie rukte met meerdere auto's uit naar de zijstraat van de Steenstraat. En een deel van de straat werd afgezet met lint. Hoe het met het slachtoffer gaat, dat is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Maar de politie zoekt een donker gekleed persoon die vertrok op een donker gekleurde scooter. Agenten in de Achterhoek zijn nog steeds te veel tijd kwijt met het vervoeren van arrestanten naar het cellencomplex in Arnhem. Dat blijkt uit een onlangs gehouden evaluatie over het arrestantenvervoer. Een vervoersdienst voor arrestanten moest uitkomst brengen, maar in de praktijk blijkt dat niet goed te werken. De politie biedt daar nu excuses voor aan. In 2020 sloot de politie 9 cellen in het politiebureau van Doetinchem. Een vervoersdienst zou arrestanten voortaan opkomen halen uit de Achterhoek. Maar onder meer door een gebrek aan politieagenten bleek de vervoersdienst niet te werken. Uit onderzoek blijkt dat die vervoersdienst te weinig wordt gebruikt en dat we de verwachting helaas niet waar hebben kunnen maken. En we hebben tegen de burgemeesters in de Achterhoek ook gezegd dat het ons spijt. De Achterhoek kent twee basisteams met politieagenten. Tijdens de nachtelijke uren zijn dat er 4 per gebied. Als 2 agenten met een arrestant naar Arnhem moeten rijden, betekent dat dus dat er nog maar 2 agenten voor de halve Achterhoek overblijven. We zien ook dat het aantal arrestaties in de afgelopen periode met rond de 45% is afgenomen. Dat is echt een fors aantal. Dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling. Dus ik hoop dat met de alternatief die nu geboden wordt, ook die trend wordt doorbroken en dat we weer meer arrestaties zullen zien. Ter compensatie krijgt de Achterhoek er 2,6 FTE aan politieagenten bij. De inschatting hier is dat dit een goede bijdrage levert aan het opvangen van de capaciteitsproblematiek. Maar politiezorg blijft een schaars goed en daar zit eigenlijk veel meer de zorg nog dan alleen bij de sluiting van het arrestantencomplex. En dat we dus eigenlijk met een beperking moeten zien te werken. Wij vinden het in ieder geval heel belangrijk dat als er criminaliteit is, dat het ook aangepakt wordt. En omdat het zo'n uitgestrekt plattelandsgebied is, vraagt dat echt bijzondere inspanningen van ons. Maar juist ook van alle partners met wie we samenwerken om te zorgen dat de Achterhoek ook veilig is. Straks in deze uitzending, groeit een aardappel in de grond of aan een boom? Geloof het of niet, maar er zijn kinderen die het echt niet weten. Tijd voor een buitenlesje. Je kan er heel veel dingen van maken, zoals chips en een patat. 7 activisten van Extinction Rebellion zijn door de politierechter veroordeeld voor lokaal vredebreuk. Ze weigerden bij demonstraties in een ING-bank in Nijmegen in 2022 en 2023 weg te gaan en moesten door de politie worden losgezaagd en afgevoerd.
De activisten beriepen zich op een demonstratierecht, maar volgens de rechter zijn ze te ver gegaan. De Nijmeegse bank werd bij herhaling bezet en ook de gietvloer zou vernield zijn. Volgens de rechter gaat het niet meer om demonstreren, maar om laakbaar gedrag. De leden van Extinction Rebellion hoeven de vloer niet te vergoeden, maar ze krijgen wel elk een voorwaardelijke boete van €250 voor elke actie waarbij ze betrokken waren. Tegen een man en een vrouw uit Arnhem zijn vandaag gevangenisstraffen geëist van 22 maanden voor de man en 47 dagen en 120 uur werkstraf voor de vrouw. De twee kregen een lift in de buurt van Apeldoorn naar Arnhem. Onderweg besloot de verslaafde man de bestuurder te beroven. De twee hebben geprobeerd geld van de man te ontvreemden via zijn bankpas en zijn telefoon. De vrijheidsberoving van het slachtoffer duurde meer dan een uur voordat hij uiteindelijk kon ontsnappen. En de politie heeft een vijfde verdachte aangehouden vanwege de gewelddadigheden in de nieuwjaarsnacht in Hedel. Het gaat om een 29-jarige man uit Soest. Hij zit nog vast. Drie van de vier andere verdachten zitten ook nog vast. Tijdens de nieuwjaarsnacht werden in Hedel politieagenten en brandweerlieden bekogeld met zwaar vuurwerk. Wolven hebben onlangs meerdere wilde schapen aangevallen en opgevreten achter Wolvenherend Hek in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Dat zegt een beheerder van het park. De moeflons zijn in februari al gedood door de Europese beschermde roofdieren. Het park deelt het verhaal nu omdat uit Duitse DNA-analyses blijkt dat de aanvallen zonder twijfel het werk zijn van de wolf. Nou, we hebben in februari een paar drie dode moeflons gevonden hier binnen het hek. En dat hebben wij DNA opgestuurd naar een instituut in Duitsland. En daar komt uit dat die drie moeflons zijn gedood door twee wolven. Ze zijn voor twee verschillende wolven DNA aangetroffen. Heeft u daar beelden van? Nee, helaas niet. Hebben we geen beelden van. Hadden we wel graag gewild. Dat betekent dat ook een zwaar beveiligd raster als dit, hè? Ik heb het wel eens vergeleken met een Ebi in Vught, ook geen wolven weert. Dus dit raster is hoger en er staat veel meer stroom op. Het hele gaas staat in onderstroom. En nog is zo'n wolf er doorheen gekomen, hoe weet u dat? Overheen gegaan, want we hebben nergens graafsporen gevonden. Dus er zijn twee wolven zijn hier overheen gesprongen en die hebben drie moeflons gedood. Waarom komen jullie nu hier pas mee? We hebben de bevestiging dat het wolf is. Kom bij, vorige week in de Tweede Kamer werd heel stellig beweerd dat alle wolverende rasters voldoen. Normaal gesproken komt bij elke wolvenaanval een taxateur kijken van bij 12 een uitvoerende organisatie van de provincie. Dit keer niet, want het park weigert daaraan mee te werken, omdat ze alle data willen van bij 12 en dat niet krijgen. Wel heeft het park de provincie ingelicht. Wat ik gehoord heb is dat de wolven het wolfweer het raster hebben overwonnen daar. Daar zit ook net de zorg van onze provincie. Dat we zeggen, ja, we willen inzetten op die preventieve maatregelen. Dat is ook wat we wettelijk kunnen. Maar wij blijven ook in Gelderland lobbyen. Dat we kunnen zeggen, wij die probleemwolf, daar moeten we echt op in kunnen grijpen. We zouden hiermee nu bijvoorbeeld naar de preventie kunnen gaan. Want die hebben gezegd, van ja, als je een tweede aanval hebt, dan zou je mogen beheren. Dat kan op verschillende manieren en een ervan is afschot. De pieper, oftewel de aardappel, staat de komende week centraal op de basisscholen in Gelderland. Zo'n 10.000 kinderen van 165 scholen in deze provincie leren tijdens de week van de schooltuin alle ins en outs over de aardappel. En dat wordt in Arnhem gecombineerd met een buitenlesdag. Een klein puntje, die moet naar boven. Een paar leerlingen van openbare basisschool Da Vinci Arnhem mogen aardappels poten met Gelders bestuurder Harald Soet. Dat kan niet groeien. 1 op de 5 kinderen denkt dat een aardappel aan de boom groeit. En dat is precies de reden waarom het zo belangrijk is om vandaag deze moestuinlessen te geven. Hoeveel piepers gaan de grond in? In heel Nederland gaan 95.000 piepers de grond in. En in Gelderland gaan 12.000 aardappels de grond in, omdat 12.000 leerlingen vandaag meedoen. En we vinden het heel belangrijk dat ze weten waar het voedsel vandaan komt. Dus dat ze dat zelf ervaren door zelf te poten, te oosten, te zaaien en uiteindelijk alles natuurlijk op te eten. Dat het gezond is en je kan er heel veel dingen van maken, zoals chips en een patat. Een moestuin op school? Ja, dat is wel leuk. En wat ga je het liefst uit snoepen? Ik denk de cherrytomaten. Hyper de pieper, graaf is wat dieper. En wat vinden jullie van piepers? Lekker. Ik vind het leuk. Gebakken. Gebakken. En dan een beetje zout. Ja. Een beetje met een beetje zout en dan een beetje peper erop. Ja. Nu goed verzorgen en water geven. En dan kan straks de eigen geteelde aardappel in de pan.
Ja, aan het eind van deze uitzending nog even dit. Weerman Wouter van Bernebeek uit Groesbeek is deze dagen in Amerika. De meteoroloog van Weerplaza is daar om extreem weer te bestuderen. En gisteren was hij getuige van de zonsverduistering. Samen met veel andere weermensen zag hij in een natuurgebied in Arkansas 4 minuten lang dat de zon helemaal werd afgedekt door de maan. Van Bernebeek filmde het bijzondere schouwspel en plaatste het op social media. Dit was het Gelders Nieuws in onze app en op de site vindt u meer. En zometeen na het nieuws krijgt u nog het weer. Ik wens u nog een fijne avond. Goeiedag. Veel wind vandaag in Gelderland. Vrij krachtig, soms zelfs krachtig boven land. Het leek wel alsof het sneeuwde, want de bloesem die waaide behoorlijk uit de bomen. Ja, nog een mooie foto. Het was ook af en toe nat. Want er trok nogal wat regen over, eerst in de ochtend en vanavond en vannacht volgen er nog wel een paar buien. Het heeft alles te maken met een lage drukgebied boven de Noordzee, waar omheen buien aanwezig zijn. Hier zien we die buien, die trekken vanavond over de provincie en vannacht trekken ze weg. En dan komen we in een gebied met opklaringen en morgen ziet het er dan prima uit met flinke zonnige perioden. Later op de dag wel weer wat hoge bewolking, maar de zon heeft daar niet veel last van. Dus het ziet er mooi uit voor de woensdag. Op donderdag daarentegen wel weer wat meer bewolking en dan kan er ook af en toe een beetje regen vallen als deze storing gaat passeren. Ja, vanavond dus wel hier en daar een bui in Gelderland bij temperaturen rond de 10 graden. Het is een stuk killer geworden in vergelijking met de voorgaande dagen. Ook staat er vanavond nog een forse wind, matig tot vrij krachtig, uit het zuidwesten. In de nacht trekken de buien weg naar het noordoosten en de temperatuur kan dan verder dalen in opklaringen misschien wel naar 1 graad of 5. Ook zien we de wind geleidelijk aan afzwakken. En morgen overdag een prima dag met veel zon en weinig bewolking. Zeker in de ochtend is het ronduit zonnig. In de middag komen er dan wat meer hoge wolkenvelden en misschien ook nog een paar kleine stapelwolkjes. Temperatuur zo'n 14 of 15 graden en dat alles bij een matige wind uit het zuidwesten. Ja, de dagen erna gaat het een beetje alle kanten op. Donderdag is er weer veel bewolking, kan er wat regen vallen enige tijd en wordt het 1 graad of 15. En vrijdag en zaterdag is het gewoon ronduit warm met temperaturen van 19 tot 21 graden. Waait een matige zuidwestenwind, er is ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Zondag gaat de temperatuur dan dalen en volgende week wordt het ronduit fris met middagtemperaturen die maar amper 10 graden gaan halen. Nog een fijne dag.